vertrek, reisagent. Als je een dure avond tegemoet wil gaan, wel. Oh, duurzame avond altijd. Hé, hey, ik zie geen stoplicht trouwens. Betekent dat dat het groen is? Ik zie ze ook niet. Dan rij maar door. Rij je. Oh, flikker. Grapje. Echt zo. Spreek jij, zit er een paar? Nee, dat kan niet hoor. Ja, u race juist door rood licht. Ja, race nee, weg dan, ik maar. Zag geen licht. Nee, ik heb een hele goede verklaring. Ik zag geen licht. Geen grapje, stoplicht. Grapje, kusjes, doei doei. Ja, joh, hè. Ja, mooi. Mooi, goeiedag, Eem, zeg maar. Goeiedag, Eem. Zet wel alvast je rotoren draaiend. Ja, wij gaan nu richting jullie locatie. Ja, dus vernomen, zorg dat je uit het zicht blijft. Ja, dat doen wij. Suggestie, ik gok dat zij richting Sandy gaan naar het oude filiaus. Excuse Gravesy, dat denk ik. Dat zou eventueel. We zijn nu op Snowway, dus. Nou, weet ik het wel zeker dat zij naar Gravesy gaan. Wij gaan verderop een weggas zetten. Oké, stop. Nu de volledige portenstilte. A4 blijft je daar. Ga ik achter die andere. We gaan nu langs de gevangenis. Push. Wij liggen nu MB Barrio, of excuus MB, ja. Ja, dat is vernomen. Graag nog steeds een afstandje. Wanneer het echt escaleert, dan roepen we je op. Dat is vernomen. En als ze stoppen, we gaan er ook nu als half gecheckt op rijden. We zijn momenteel bij Sandy Aslash. A6, we gaan ietsjes meer afstand. Oké, ja, goed, we gaan nu momenteel richting Palito. Meer afsnelheid opbouwen. Dit is. Ik denk als we de 140 aanhouden, als we dan op een goede snelheid staan. Ja, dat is vernomen. Ik heb zo'n gevoel dat we zo meteen hier de afstand. Ja. Zolang als wij afstand houden, stoppen. Ook op een veilige afstand. De Zulu heeft met de warmtecamera de woning gekleerd. Er zijn geen personen aanwezig bij de woning. Oh, pas op, Zulu, blijf uit uitzicht. We gaan mogelijk zo meteen afslaan. Rush. Ja, sla af. Ga graag achteruit, omkeer dat ze jullie niet zien. Wij liggen naar boven de wit. Net misschien nog net iets meer afstand. Ja, meer afstand. Ga richting familie. Ja, ze rijden nu het standpunt op richting familiehuis. Dus let op voor je veiligheid aan een zware vesting om. Wij liggen nu boven de maatschappij. Gaan hier stoppen. Ja, ze zijn bij het familiehuis. We stoppen. Ja, goed. Krijgen wij het teken dat wij als Zulu mogen opletten? Blijf motor nog aan. 02 toestemming voor dodelijk vuur of. Negatief aanhoudingsvuur. Het is aanhoudingsvuur, want er wordt gericht op ons geschoten nu, wat? Altijd. Maar vernomen, ja, probeer alleen als het echt nodig is.
beer en de beentjes. Nou, maar ja, ze staan op het balkon. Ze hebben daar een vettig in scherp. Oh ja, ze laten gasflessen ontploffen. Ze zullen ook kapot. Stop, denk voor eigen veiligheid. Ik neem weer mijn. De tractor aan. Mijn vliegtuigpunt. Ja. Waar staan jullie? Wij staan hier. Ja, wij staan hier, jongen, jongen. Waar is hier, vraagteken? In Haarlem was het toch veel beter. Waar is hier, jongen, jongen? We zitten opnieuw. Allee. We zitten op, er zijn 3 semi-automatische handwapens en 1 zwaar automatisch vuurwapen. Mogelijk een AK. Ik de sokjes nog in elkaar. Je moet er alleen nog schaken veilig. Is er een eenheid met zwaarwapen dan? Alleen 02. 02 is alleen met slaan. Wat jij achter? Ik durf niet. Oh, mama! Oh, kom. En dat ze raakt. Voor nu, lijkt het zo. Er zijn 2 semi-automatische vuurwapens beneden. En 1 volautomatische vuurwapen en semi-automatische wapens boven. Dus daar komen we uit op 4. Oh, ik zie iedereen beneden. Hier beneden bij het ramp. Ja, ik heb 1 goede deal. Jij gaat. En ik heb je letje vuurwapen. Dus ja, ik... aas. Allee. Hey, we zijn op de snelweg. Pas op voor die gasten. Ben je klaar? 02 moet je weer afhalen. Ah, lekker even wat. We zijn allemaal 02. Raalbrief voor de B-klasse. Kan jij die persoon hier onder ons aanhouden? B-klasse. Hoe is die? In de rent op de snelweg nu. Lekker geen vuur aan te hebben. Sta de motor klaar. What the fuck is het? Reden met 5 door een politieagent. Toestemming door de vuur. Ik word fucking aangereden door een fucking politie. Bedankt ouwe, ik ben niet wel voor plek redden, raad man. Zullen we komen weer terug. Eenmaal aanhouding! We zouden het licht kunnen pushen. We zijn al een groot stukje pushed richting zij. Hey, meneer, deze week zit in deze A4. Ja, dat tikt dus helemaal niet zo. Want we zitten redelijk goed. Met... Ja, dat is communicatiemiddelen hier, succes! Gedachten zijn afgevoerd. Nou, er staan allebei geen wapens. Oh, join jij ook ons team? Met een taser, ik vind het prima. Collega, we gaan lopen via zo achterom. Ja, ik volg jullie. Alle personen gaan naar beneden, alle personen naar beneden. Ja, dat is zullen wij gaan pushen? Team Braaf. Kan, wij kunnen achter de trailer gaan staan, niet geven. Maar dat is ook onze enigste koffer op dat moment nog. Oké, dat is vernomen. Wij gaan proberen om te lopen. Oké, is vernomen. Momenteel hebben wij niemand in het zicht, dus ik weet niet waar ze precies uithangen. Dat is vernomen. Is dit dan nu een teken dat er... Dus gewoon, laat die zit erop zo doen. Nogmaals, laat zit erop. Alle personen zitten beneden. Ja, we moeten... Dus eruit komen ook. Ja, dat is vernomen. Wij gaan lopen nu. Team Alpha loopt, Team Bravo lopen jullie ook? Dringen de sit-trap. Ja, automatisch vuurwapen, buiten gespot. Oh, automatisch vuurwapen. Zijde, automatisch vuurwapen, zijde. Noordzijde, ja, positief. Rennen, jongens. Rennen. Rennen, jongens. Uit het zicht blijven. Ja, wij lopen nu op. Als jij kan proberen de andere kant in het zicht te houden, zeg maar, van schuin tegenover mij, dan hebben we van 2 kanten zicht op thuis. Wij
Wij lopen nu achter de silo's langs. Ja, wij hebben je recht op jullie. Wij houden de achteringang even clear, want ik ben bang dat je wel via de achteringang als eerste naar binnen moet. Die vrouw ook. Ja, of oh, ja. Kijk uit. Alpha. Team Alpha. De 35 kan zicht hebben op de achterdeur als jullie dan naar de voordeur vliegen, zullen. Voor Team Bravo. Jullie kunnen veilig naar binnen via de achterdeur, er staat niemand bij de deur. Ik zie iemand bij het ramp. Wij zijn Team Alpha nu bij de rode barn, bij de rode silo. Oké, dan voor Team Alpha die via achter naar binnen wil. Er staat nu één persoon bij de achterdeur, volgens mij een semi-automatisch vuurwapen. Als je binnenkomt, de linkerzijde. Het is zelfs verloren. Langs voren pushen. Oké, jongens, dit is het moment. Ja. En op licht 22. De Bravo wordt dus langs voren nu gaan pushen. Ja, go! Godverdomme. Eén persoon met vuurwapen, semi-automatisch rechterzijde. Ja, vernomen Zulu, geef maar een teken wanneer wij kunnen lopen. Ja, er zijn twee man beneden. Wat zijn de andere? Ja, eerder zei ik voor. Eén man beneden, achterdeur veilig. Go, 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 go. Go. Teken ook voor Bravo. Positief, push, push, push. Iemand boven op ander balkon. Ah, iedereen is allemaal boven, voorzijde. Iedereen is allemaal boven. Team Alpha is weg. Top Team Bravo, jullie kunnen zo onder vuur genomen. Eén persoon beneden, zei de zijkant huis. Oh, mensen op het balkon. Pas op, in jullie rug, in jullie rug. Deze persoon met automatisch vuurwapen. Heeft ons geschopt. Staan beneden, op het buiten, twee personen op het dak. Pas op in jullie rug zometeen, in jullie rug. Let op jullie rug. Zit er al Team Alpha? Vernomen, wij zijn binnen. Oké, langs je ene kant binnen. Dan stel ik voor dat jullie gewoon buiten blijven tot Team Alpha van binnen te werk gaat. Top, we proberen buiten van buiten te schaam. Wat is Damien, niet? Nee. Ik wil graag dat jullie eerst even de kelder gaan kleren. En voor de rest lijkt het dat er geen overvallers beneden meer aanwezig zijn. Op de kelder hebben wij geen zicht. Ze bij de trap, ze bij de trap. Pas bij de trap. Denk ook even om je minuut te zien. Situatie binnen. Team Alpha, zit daar alsjeblieft. Nieuwe zit er vanuit de Zulu bij de trap. Bij de trap, één iemand met vuurwapen. Loopt weer weg van de trap. Maar we gaan even kijken voor de trap wanneer jullie naar boven kunnen. Ja, ik heb het voor je. Trap is vrij, trap is vrij. Go, 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 go. Er zou eventueel personen rechts van de trap kunnen staan, trap zelf is vrij. Rechterkant van de trap, mensen, minimaal 2, vuurwapen gehouden. Vernomen dat iemand geraakt voor. Dat is vernomen goed dan. Ik op jij gevallen gaan. Deze locatie. Met een flashbang gegooid. Met een flashbang gegooid. Door Ulle of? Nee, er werd een flashbang door iemand gegooid. Twee personen boven de achter
ingang binnen. Ik heb nieuwe set op vanuit de Zulu. Trap links, één iemand vuurwapen. Links, één iemand. Loopt nu weer weg. Trap is nu vrij. Een man op het plafond, die heeft twee keer goed geraakt in de box. Hebben jullie, heb team Alpha, hebben jullie flashbacks? Nee. De drop wordt weer gedekt door een vuurwapen. Hoeveel mensen van Team Bravo hebben we buiten staan over? Twee maal. Mag ik aan mijn zijde op een kon over? Eén persoon buiten, Team Bravo. Rent weg, richting snelweg, Team Bravo. Ja, eentje. Team Bravo, deze zijde, ga aanhouden. Kijk uit, achter jullie Team Bravo. Achter jou. Persoon die nu richting het huis rent. Richting deze zijde. Eentje beneden. Rent nu bij die stuur daar. Bij de auto's. Ja, de been en de been en de been. Rustig, rustig. Vuur stoppen. Naar die persoon toe, Kijk uit. Moet we, kijk uit, die allemaal los hier. We hebben één persoon hier. Moeilijk uit. Goed af. Eén persoon nog geneutraliseerd, we gaan nu weer terug naar de... Ik heb ook eentje in de vlieslicht. Ja, we hebben nog... We hebben nog vier warmtebronnen binnen. Vier warmtebronnen. Ja, zo. Wij staan bij de trap. Wij zijn met z'n drieën. Alle vier warmtebronnen zijn boven gespot, hoor. Ja, de 43 staan nog buiten over. Ja, blijft jij gewoon maar buiten voor je eigen verder. Brakke glas. Zwaar gewond. Eén persoon zwaar gewond heeft last van omvallen. Nieuwe sitter vanuit de Zulu. Er zou één iemand op de grond liggen. Mogelijk gewoon te slapen. Drie andere personen nog steeds bewegend in het pad. Bovenzijde. Achterkant, bovenkant of echt de voorkant? Boven de achterdeur zie ik iemand staan. Aan de binnenkant. We zullen gaan kijken. Wat is uw situatie, Demi van onder? Alpha? Momenteel hebben wij iemand zo straks vol bij de trap geraakt. Oké. Zullen we als goed schieten, nou mensen zien daar binnen? Mogelijk zo. Wij hebben zeg. Wij hebben zicht op Dennis Wushu. Waar, welk? Dus in feite is alles beneden je kleur. Ja, dat is vernomen, dat is alleen nog. De heer Wushu staat bovenaan de trap, recht bovenaan de trap, string erop. Samen met het Alpha Team bijgeteld? Ja, waar nog iemand? Negatief. Alpha Team staat los. Alpha Team lijkt erop dat Wushu. Hier komen. Ja, we hebben zo zwaar geraakt, dus we naar beneden gegaan en weer de trap op. Trap is vrij. Jongens, we kunnen nu gaan als we willen, Gaan we? Ja. We gaan naar boven, Oh. Dat is geen excuus. Staan blijven, handen omhoog. Jee, kom. Ja, persoon negeert handen, mesje en handen. Goed, zit jij nu in die groene kamer? Alpha. Wij zitten nu in een paarse kamer. Bij het balkon. Ja, bij het balkon. Wat uitsteekt. Ja, wij zijn momenteel met z'n drieën in een kamer. Ja, momenteel dodelijk vuur geven op de persoon tegen de muur. Wit hemdje. Wink. We hebben nu regen. Kan ook. Zijn schild of zo. Hey, boei die gozer. Nieuwe schilder van de Zulu. De Dennis zou alleen staan, dat er twee personen apart gescheiden zijn. Ik heb hier eentje met wit hemdje. Kan ik momenteel aanhouden. Met netvlies. Probeer maar.
Johnny. Via andere ruit, via andere ruit. Pas op met achtergaan. Hier, bij de raam, bij de raam. Hier, bij de raam. Zo'n zin in de hand geraakt. Daar is Jelle. Zo. Jelle op balkon. Ik ben gevallen, shit. Ja, de 22 gaat nu het dak op. Twee seconden, wij gaan even kijken voor een nieuwe set al. Ja, vernomen, we hebben zojuist nog iemand geneutraliseerd. Twee seconden, zullen komt zo met een set al. Ja, maar dan is er nog eentje die als zwaar gewond is, ja. De Zulu heeft momenteel nog gezicht op één persoon. Wat mij verstandig lijkt, is dat er twee personen via het balkon via de achterzijde gaan. En dat is aansluitend bij de eenheden op de trap. Op het moment dat de personen via het balkon naar binnen zijn gepusht, ja, push je de personen via de trap ook. Ik kan ik kom niet via het balkon naar binnen. Kijk uit, daar staat mee. Dat ben ik dus. Heren, vandaag hem. Ik weet niet of jullie mij horen, maar ik ga de stad uit. Oké, dan gaan wij nu kijken waar ze zitten. Eén persoon gaat de stad uit, horen we nu. Ja, ik ben toch al dood. Ben ik ook gewoon in dood, man. Zulu? Oké, doei! Ben ik ook gewoon doei. Doei, doei! Wat daar is binnen? Ja, nee, ja, positief. Ik heb de... En dan moet er één iemand met de deze gaat hier. Jou ontgaat ook niks. Wat? Was dat die ding? Wat een scherpe analyse van die gozer hier, hé. Wat dom. Kunnen de collega's even hun handen omhoog, alsjeblieft? Wat maar rij, u bent de slimste. Iedereen handen omhoog, iedereen handen omhoog. Weet je. Handen zijn omhoog. Oké. De kamer rechts van jullie, de personen bij de trap, daar zijn, wij verdenken, twee personen binnen. Dat is het ook wel. Oké. Oké, we kunnen met z'n allen pushen. Ja, ik denk dat dat best is. Er is één op de grond. Ben maar niet aan, hè? Ja, op uw teken. Ja, maar dan zijn we. Oké, okay. Hier in het bad liggen. Wij gaan pushen. Wij gaan pushen, ja, in. Wij gaan nog even. Ja. Oh, ja. Twee seconden. Wij gaan nog even voor de zekerheid één keer kijken. Je bedoelt de persoon in het bad, of niet? Ja, jullie hebben toestemming. Jullie kunnen gaan. Maar je in twee personen gaan. Twee, één, kom. Kijk, jij gaat eerst. Politie! In bad, let op. In het bad. In het bad? Oh, ja. Handen omhoog laten, handen omhoog laten. Ja, boei af. Eén iemand moet afboeien. Eén iemand moet afboeien. Ja, dat ben ik. Oh, moet je nog dichterbij staan, Pinocchio. Hold ja, ik stop dan verder weg. Je hebt gezien afgeboeid. Ja, perfect. Kijk als ze nog... Goed werk. Ik ga even kijken als ze magazijnen heeft, want ik heb toch wel één persoon in de boeien. Word je zo'n vraagteken? Iedereen verzamelen, we gaan nu naar een andere kamer. Dan zou dat moeten zijn, ik zou zeggen, het leren huis, voorzichtig. Ja. Ja. We kunnen via de andere kant, ik ga via de andere kant weer balkon. Politie! Hij houdt een overzicht. Politie! Er staat een collega in de kelder vraagteken. Staan blijven! Oké, dan wil ik deze kamer, deze kamer. Deze kamer. Politie! Loopt een persoon beneden, loopt een persoon beneden. Vuurwapen, vuurwapen. Ja, gaat er vandoor, achterzijde, achterzijde. Gaat er vandoor. Gaat richting trap, gaat richting trap, attentie. Oh. Er zijn wel meerdere personen. Zit erop, ga. Ja, onder vuur je er wel maar. Twee personen zelfs nog, twee. Oké, dat kunnen wij niet zien met Zulu. 43, ik wil graag dat u de andere zijde gaat staan. Pak jij anders die andere kant dan? Of? Ja. Zit erop alsjeblieft. Hoeveel man zijn jullie nog binnen? Net 4. Nog 2 mensen binnen. 5 stuk. Oké, dan kunnen we 2 collega's binnen. Zijn wij, zijn wij. De meiden. Ik zou zelf nog wel opgestort moeten zitten, dus
Sitrap, de persoon zou mogelijk bij de kelderingang staan. Attentie, attentie, alsjeblieft. Oh, negatief, negatief. De 43, rechts van jou, staat één iemand binnen, vuurwapen. Daar, waar jij nu loopt, linkerkant. Waar daar staat nog één persoon en één iemand in de kelder. Dat is wat wij momenteel. Oké, de kelder komt nu naar boven, attentie. Okay, jongens, we kunnen pushen als we willen. Gaan we dat doen? Kan. Oké, okay, go, 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 go. Iedereen, denk aan de vuurlijnen, denk aan de vuur. Ik wacht jullie, niet schrik. Ja, we zijn momenteel proberen te pushen. En onze collega's, zijn jullie nog binnen? 5 stuks. Goed bezig. Niks. Ja, de kelder. De kelder is niet in. Kelder zit hier, jongens. Oh, ja. Ik wil even een vuurwapen tip van jullie hebben. Wat is de wijsheid? Hebben we jullie deze nog nodig? Anders gaan wij ook mee naar binnen. Sony hier voor ons. Collega, kader. Gaat er weg. Pas op in die kamer. Pas op. Ja, ik zit vast aan jou. Ja. Pas op. Ik weet als ik lekker ben. Nou. In die gang waar jullie nu zijn. Ja, daar. Komt iemand? Nou, agent hier rechts met schieten. Daar zit hij. Wacht, ik zie niks. Redden jullie het binnen of moeten wij meekoppelen? Rollen. 32. Probeer iets te. Berak, doe mijn collega. Godverdomme. Okay, we kunnen. Is er een andere weg? We kunnen met z'n allen. Kunnen nee, dat is niet mogelijk. 32, kom eens uit. Geen. Willen jullie dat wij mee naar binnen gaan? Of moeten wij met buiten met de zoelen blijven? Blijf als je met de zoelen. Oké. Okay. Dan kunnen jullie nog zicht houden. Ik denk als ik ze aan de kop heb, hoor. We kunnen nu met z'n allen pushen. Ze zijn onder in de kelder. Oh, zullen we met z'n allen pushen dan? Kan. Oh, schiet op. Wij kunnen ook door het plafond, hè. Ja, wat? Vloer bedoel. Ik heb uit, jongens. Jongens, waar vast? Ja. Wat hebben jullie? Dit is al vanuit de Zulu. Wij verdenken dat zij bij ja, de even. Kelder staan. Ja, positief. Oké, okay, dan lijkt het dat. Ze hebben allemaal explosieven. Allemaal explosieven. Praat ze eruit. Gewoon onhandig. We willen graag dat jullie met jullie handen mogen naar buiten komen. Uit ja, de kelder. Jullie weet. Zijn omsingeld. Ik weet niet goed jij. Jullie zijn omsingeld. We hebben flashbacks. Ik ben omsingeld, maar reed. Nee, dat niet, jullie zijn al single. Mee. Als jullie niet... Oh, ja. Eentje even handen omhoog. Hier komen. Gaan jullie echt binnen alleen? Hier komen. Hier? Hier, ja hier. Niet schieten, staak het vuur, staak het vuur. Staak het vuur. Niet... Ja. Staak het vuur. 2648, verzoek tot binnen tweede. Positief. Oké, dan gaan we naar binnen komen. Jullie zijn omsingeld, geef jullie over. Er is geen uitweg meer voor jullie. De Zulu is geland, wij komen nu naar binnen. Er is geen uitweg voor jullie. Als jullie naar boven komen, kunnen we nog praten. Waar zijn jullie? Moet jullie hand omhoog uit die kelder. Hallo. Nu! Oh, pakje. Geschoten. Maar buiten en van ons. Laat hun schieten. We komen scan eraan. Dus. Oh nee, dus eentje gaf zich over. Eentje gaf zich over. Ja, ik weet niet wie hier heeft geschoten, wat mij was mis.
Niet schieten, staak het vuur, staak het vuur. Staak het vuur. Staak het zoon is neer. Nee, er zit nog eentje. Er zit nog eentje, maar iedereen politie, staak maak jezelf bekend, handen laten zien. Maak je ze. Politie, maak jezelf bekend, je bent omsingeld. Ik ga het hier laten stoppen allemaal. Wat wilt u, mevrouw? Wat wilt u? Wat wilt u? Wat zijn uw eisen? Gewoon een vrije doorgang. Een vrije doorgang. Ik heb medische hulp nodig. Oké, okay, we hebben een vrije doorgang en medische. Dat kunnen we wel regelen, ja, toch? Ik wil een medische hulp voor mijn kameraad. Ze krijgen de medische hulp als ze in de boeien zitten. Ja, die leeft hier nog. Je hebt de rest van mijn maat heb je allemaal doodgemaakt. We kunnen tot een akkoord komen. Je kan die vrije doorgang krijgen met een auto voor de deur. Ja. Je maat blijft hier, wij regelen een ambu voor hem, zeg het maar. Herhaal. Je kan de vrije doorgang krijgen met een auto voor de deur. Ja, dat wil ik. Je maat blijft hier, die zorgen wij dan dat de ambu hem verzorgt, zeg het maar. Nee, hij gaat mee. Dat gaan we niet doen. Jawel. Gaan we niet doen. Jongens, als we nu met z'n drieën, erbij, zit ze vast. Ik wil wel dat hij strafvermindering krijgt. Dat kunnen we regelen, dat kunnen we regelen. Zei je? Dat kunnen we regelen. Wegwezen! Collega mensen? Echt collega's daar. Laat hier allemaal. Collega met zwart masker, zou ik graag iets aan de kant gaan voor de zekerheid? Misschien ja, ik had een collega voor me. Collega aan de kant. Help! Ik heb kogels in mijn zak. Ik trek kogels uit mijn zak. Ik heb nog kogels. Hey! Gaan we niet doen. U bent omsingeld, mevrouw. U bent omsingeld. Van die wapens. Politie, we kunnen die vrije doorgang geven. Wapenlamp. Maar die maat blijft hier. Ik zou snel opschieten, anders bloedt hij dood. Pak die clipjes, pak die clipjes uit mijn zak. Help! Collega zegt. Laatste waarschuwing. Zeg het maar, u heeft 10 seconden om te bedenken wat u wil. Collega, pas op. 10! Wie schiet er met de taser, jongens? Iemand heeft een taser, iemand heeft uit de taser. Uit de mevrouw. Mevrouw heeft een taser, jongens. Kut, ik heb geen kogels meer, collega. Ze is gek, kijk uit. Ik ga naar binnen spelen. Ik wil graag twee collega's. Jelle is het allemaal gek. Het is een vrouw, jongens. Ze zijn onvoorspelbaar. Pas op. Ja, Dame, de tweede. Haal maar eerst weg. Haal maar eerst weg. Handen laten zien, anders zal er gericht worden geschoten. Zeker. Mevrouw beneden. Handen laten zien, anders zal er gericht worden geschoten. Dat is rustig. Handen laten zien. Oh! Collega. Actie, actie, actie. Binnentreden. Go, go, go. Wat krijg je ervan? Jongens. Help! Krijgen we die vrije doorgang nog? Eenmaal aanhouding. Nee, goed werk, goed werk. Gek van die Zulu, jongens. Nee? Oh, het was zo mooi dat jouw taser hier zo... Ik wil er niet over praten. Gooi jij maar van de dam af. Ja, ik zou zeggen, ga even met z'n bieren naast staan, ik wil even een foto maken. Ja, foto. Ja, even een foto, dat jullie hebben. Zo. Er gaat er eentje vandoor. Hè? Staan dan. Gericht schieten. Echt, wat heb jij de hele tijd gedaan dan achter het huis? Ja. Echt hè, held op sokken. Zo. Team al, team. De stagiair binnen staat met een taser en jij staat met een vuurwapen buiten achter thuis te schuilen. Ja, iemand moet het werk doen hè. Zijn blinde hoofd. Vol domme. Ja, ik even voor de foto jongens. Voor de foto. Ik zag jou helemaal niet in het zwart. Ik was helemaal blind. Ja, even foto. Even foto. Gelukkig had ik toch wel zware vesten bij. Ja, handjes omhoog. Hier zo op een rijtje bij de dienst. Dat doe ik ook wel best. Hallo? Met de redeling hier zo? Ja, daar staan we toch. Nog meer collega's? Ja. Wel andersom alsjeblieft. Oh ja, dat is ook andersom. Een andersom. Ja. Oh. Moet je het huis op de achtergrond. Andersom, niet onze kont. Oh ja. Nou, dan doe ik het even anders. Hoppatee.
Yes, heb ik. Ik stond ook weer heel charmant achter die paal. Heerlijk. Ja, mooi. Je stapt zo domme. Oh, nou jij kan ook. Ja, maar die waarheid is er gewoon. Dus. Maar ja, je staat niet voor paal, je raakt hem. Jou ken ik nog niet. Nee, ik ken jou ook niet, dus dat kan wel kloppen. Nou, ik ben. Ik ben Ryan. Kom, Steve. Wie zag mij door de raam? We gaan kipnuggets halen. Oh, hallo. Mag ik je taseren, Van Nes? Chicken nuggets. Nee, hallo, chicken nuggets. Ik ben heel misschien mijn B-klasse kwijt. Nee, we zijn met hele goede. Nee, je kan hem even leren met de zolo. Daar zo misschien. Maar Kazant, mag ik mijn zakje kopen met de frisse? Oh ja. Handjes. Er staat geen kogels meer in! Soepel! Hoi, je moet het als Louis doen. Handjes. Er staat geen kogels meer in, wist ik niet. Waar is de rest eigenlijk?